Goedenavond, dames en heren. Het is vandaag dinsdag, het is 9 uur geweest. En zoals altijd dinsdag hebben wij ons programma Twaalfu Lo. Ik ben Makera, Makera ja, en ik ben altijd blij om hier te zijn. Omdat ik het hartstikke leuk vind om de grote Twaalfu Lo familie meer te vertellen. Van datgene wat we door omstandigheden zijn kwijtgeraakt. Kitty Kut is achter de rug geweest. En we hebben allemaal onze kabras, onze bigismas herdacht. Op de gepaste wijze. Litwit Kandra. Tapua Wit Duku. Tapu Oso Altaar. En ja, zoals andere mensen het doen. Minuten stilte. En blijdschap hebben voor het feit dat onze voorouders vanuit waar ze nu zijn, Jeyekondre, kunnen kijken en kunnen zien en kunnen zeggen van a bloodline, a diti deete, a bloodline, a miking, a bloodline el wiki, a tinkondoro. Kitikoti, letterlijk het verbreken van ketens, van verbondenheid. Die ketens die we gebroken hebben, het is net hoe je ernaar kijkt, tegenaan kijkt. Omboroko akiti fu akulturu. San tik atwaalfu lo kulturu. En or atwaalfu lo kulturu in katibo. Fu omnitentiari. En dan heb ik het over de laatste slavernij. Dat is de Europese, de Westerse. Want daarvoor hebben we nog meer. Slavernij, hebben we nog meer slaven, dat hebben we nog bij andere beschavingen en volkeren in slavernij geweest. Dus die kitty die we gekotti hebben, die verbondenheid die we verbroken hebben, is een verbondenheid met de Westerse cultuur. En dan heb ik het niet over alle Westerlingen. Want wat mijn collega's ook tegen me zeiden van ja, moet ik me nou als individueel persoon schuldig voelen voor wat mijn voorouders hebben gedaan. Mijn voorouders hebben geen slaven gehad. Was mijn antwoord naar hem toe. Het gaat niet om jou als individu. Ik heb geen hekel aan jou. En wij zitten hier niet om te gaan zeggen van wie of jij je wel of niet schuldig moet voelen. Het gaat om het systematische slavernij en onderdrukken van grote groepen mensen voor eeuwen. Daar gaat het over. En toen was hij daar wel mee stil. Ik zeg, het gaat niet om jou als persoon. Iets wat systematisch grote groepen kwetsbare, machteloze mensen jarenlang vastzet. Ja, dat mag je wel herdenken, ja. En daar mag je ook wel iets van vinden. En ook daar zijn dan herstelbetalingen tegen geëist, ja. Moeten er tegen geëist worden. Want systematisch kan je niks doen. Als individu. En zeker niet als het gegaan is zoals hoe het niet aan ons verteld is. Want tegenwoordig zitten we, hoeven we maar het nieuws aan te zetten. En we horen weer dat de NATO-leden bij elkaar komen om Rusland en de oorlog in Oekraïne, om daar iets van te vinden. Maar ten tijde van al die katibos waar wij als Twaalfu Lo te maken hadden met verontmenselijking, kapotmaken van binnenuit en van buitenuit van onze Twaalfu Lo cultuur, het demoraliseren, weghalen van hoop, inboezemen van diepe zielenangst. Diepe zielentrauma's daardoor veroorzaken. En dit doorgeven aan alle generaties tot heden toe. Nou ja, daar mag je wel over praten. En daar kan ik eigenlijk niet. Ik kan daar geen medelijden gaan hebben. Of ik kan daar geen begrip gaan hebben voor een collega die wiens geschiedenis aan de andere kant is. Van wat wij hebben meegemaakt. Want in dit geval heb je slachtoffer en je hebt
dader. En beide hebben te maken met het onderwerp waar we al een paar weken mee bezig zijn. En dat is namelijk de epigenetica. Want epigenetica moet je kijken van beide kanten. Wij zijn epigenetisch door trauma's veranderd in onze cultuur. En de daders en hun nageslag, die zijn ook epigenetisch veranderd door wat ons is aangedaan en het feit dat hun bewustzijn niet kan, er niet voor kiest om zoiets onmenselijk. Want nu weet iedereen eigenlijk, hè, als je kijkt naar wat er gebeurd is, dan weet je gewoon dat het geen leuke tijd is geweest. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat heel veel geschiedenis, heel veel wat met onze voorouders is gebeurd, mensen schamen zich ervoor om dat aan ons bekend te maken. Dus dan gaan ze dit soort dingen verdoezelen. Dan gaan ze ervoor zorgen dat het niet bekend wordt gemaakt. Omdat het best wel gruwelijk is. En al helemaal, nu we steeds dieper en dieper in hoe we met elkaar weer omgaan. En wat goed is voor ons en onze planeet. Hoe dieper we daarin gaan, hoe meer we eigenlijk groeien naar elkaar zien als de waardevolle personen die we zijn. En in Kitty Kotti komen dit soort dingen dan naar boven drijven. Van die toespraak van Willem-Alexander vond ik wel, ik heb ernaar geluisterd, ik weet nog niet zo goed. Ik woog het, maar ja, er is een begin gemaakt. En hoe steeds meer wij eigenlijk groeien als 12 foulots, hoe meer we erachter zullen komen wat er eigenlijk tot in het diepste van onze wezens ons is aangedaan. Ja, ons, ik. Omdat de pijn van mijn voorouders nog zit in mijn geest, nog zit in mijn lichaam, nog zit in mijn gedragingen en nog zit in al mijn lichamen, in emoties, chronische ziektes die we hebben, waarvan men zegt van ja, alleen donkere mensen hebben dat, zoals sikkelcellen en nog best wel veel meer dingen. Men komt er steeds meer achter dat het komt door de niet verwerkte trauma's, de pijnen die nog steeds in onze cellen opgeslagen zitten. En niet alleen in onze cellen, want dat is dan de fysieke kant van ons lijf, van ons lichaam. Maar het is ook opgeslagen in onze patronen, in onze emotie. Sterker nog, hoe meer we diep en diep deze materie zullen uitpluizen, hoe meer we erachter zullen komen dat de mens 5 lichamen heeft. En één van deze 5 lichamen is de epigenetische lichaam. En de epigenetische lichaam, daar praten wij nu dus al een paar weken over. Die moeten we veranderen. Want in onze epigenetische lichaam, epigenetische of kinetische lichaam, ja, daar zijn we iets wat we niet willen zijn. En wat we eigenlijk nooit waren. En waar we nooit succesvol in kunnen zijn. Maar niet wij alleen die vandaag hier zijn. Maar niemand die uit onze geslacht, uit onze nazaten, zullen, ja, ook zij zullen dan niet succesvol kunnen zijn in, als je dat vergelijkt met mensen die niet hebben meegemaakt wat wij hebben meegemaakt als een collectief. Want de pijn die wij voelen is een collectieve pijn die gevoeld wordt door iedere individu. Dus Kitty Kotti is het verbreken, zo zie ik het althans, van de ketenen die ons dus bonden aan een cultuur van slavernij, van onderwerping, van onderdrukking, van ziekte en van wegvluchten van onze eigen kra. Onze eigen kra. Want je kra is heel gevoelig, hè.
onze kra vandaag aan de dag is weg, vlucht weg van zoveel verschillende soorten pijnen die er eigenlijk zitten in een zwart lijf, in een 12-voelo lijf. Afgelopen week hebben we gekeken naar transgenerationele trauma en epigenetica. Trans, het woord trans hoor je tegenwoordig vaak. Trans houdt in dat je van de ene, van A naar B overgaat. Dus overgaan. Sterker nog, ik heb het opgezocht. En ik heb het hier voor me staan. Het betekent dus dat je aan de andere kant overgaat. Naar de overkant. Van man naar vrouw horen we nu heel veel. Hè? Biologische man. Die zichzelf heeft laten transen naar een vrouw. Transgenerationeel. Een generation. Een generatie. Onze generaties, de camera's. Generaties is eigenlijk verbondenheid. In generaties zit ook een synoniem daarvan is wat lijkt, wat dezelfde lading heeft, is het woord solidariteit. Unity. Ubuntu. Dat zijn woorden die allemaal in onze blakka consciousness groepen worden gebruikt. Ubuntu, solidariteit, generational, een band, lotsverbondenheid, saamhorigheid. Je kan er ook anders naar kijken en zeggen, die krapu mentaliteit, dat is de negatieve kant. Of we gaan met z'n allen eruit, of we blijven met z'n allen erin. Er zit iets moois in. Want als collectief wil je bij elkaar blijven, want dat is wat die cabras, dat is wat cabra voor ons betekent. Dat is wat verbondenheid, dat is wat de generation, dat na summa na uno, dat na bloodline. Dat is wie we zijn. Dus iedereen moet mee. Als je het negatief wil bekijken, dat kan. Dat is net hoe je het water, hoe je dat glas ziet. Half vol of half leeg. Dus transgenerationeel trauma. Men heeft het altijd erover van ja, slavernij is zo lang geleden gebeurd. Maar dan zeg ik altijd, maar hoe lang heeft het geduurd? Als je kijkt naar epigenetica, dan zie je, dan zegt men dat alle, bijna elke generatie ontberingen heeft doorgemaakt. Of het is oorlog, wat er nu in de hele wereld eigenlijk gaande is, is oorlog. Mensen van hun huis vluchten naar een ander land, hun land in de steek laten met alle resources. Degene die de oorlog wint, die neemt het land over en de resources zijn van die andere persoon die dan gewonnen heeft. Hongersnoden maakt men mee, genocide. Wat ik altijd aangeef is dat één generatie maakt iets mee. En die ene generatie heeft al te maken met epigenetische verandering naar zijn nageslacht toe. Als je met z'n allen meer dan 35, 50 generaties ellende meemaakt, dan ben je echt. Uiteindelijk ben jij eigenlijk een stoornis geworden, want niks meer, geen enkel cel in jouw lijf is nog eigenlijk natuurlijk. Geen enkel gedraging van jou is natuurlijk. En in al je 5 lichamen ben je eigenlijk verstoord, uit balans. Er is geen sprake ook meer van homeostasis. Dus je bent niet in harmonie. Van ons, niemand in de hele wereld kan van ons als 12-voelo verwachten dat wij ons gedragen op een manier waarvoor wij hier op aarde gezet zijn. En 12-voelo heeft een purpose, heeft een doel waarvoor ze hier op aarde geplaatst zijn. Het is niet voor niks dat de hele wereld onze Mimribuku genomen heeft, aangepast heeft naar hun cultuur en er nu een universeel iets van gemaakt heeft. Het verhaal
wat van ons was. Want memory, dat zijn de herinneringen van onze vaders voornamelijk. Want religie is meer een mannending. En een levensovertuiging is meer een umasani. Dus religie, namang, levensovertuiging en levenswijze op een hoger niveau, op een hoger plan. Dat nawa umasma, omdat na umasma e tjara bere waka. En twaalf ulo, anawa religie. Twaalf ulo, nawa fasi fu libi. Unu nawa umagado e tjaru waka. En a umagado, ook tuna aself de mangado. Bika, na een split in srevi komu, zodat een mens mag zien bij kamekjaasen ook toe tap agrontapu. En dat is wetenschappelijk bewezen dat Auma binde bifo amang. En dat Auma na apoort in sa alas majaasen moest wakka kontap agrontapu. Dus, als je meer dan, als je tientallen generaties meemaakt, wat wij hebben meegemaakt, slavernij, armoede. Maar je maakt het ook mee na de slavernij. Want na de slavernij was het leven voor onze mensen ook niet goed. Het is niet zo dat in 1873 dat iedereen in ene gelijkwaardig was aan de rest van de wereld en dat Suriname in ene handel kon drijven met alle andere landen en dat we overal welkom waren. Nee, zo is het niet gegaan. Na de slavernij waren we, hadden we die etiket van een slaaf, van onmens niet meer. Maar de behandeling is natuurlijk wel gebleven. Door tientallen generaties in de slavernijomstandigheden te zijn, tot eigenlijk tot heden. Want als ik kijk naar het land Suriname, dan zie ik niet dat we echt veel vooruit zijn gekomen. En ik zie Suriname niet als een land wat zijn huishouding op orde heeft. Ondanks dat we met zo weinig mensen zijn en een zo rijk, bodemrijk land zijn, zouden we al heel veel dingen hebben moeten doen qua informatie geven, onze kinderen opleiden, zorgen dat onze ouders nog goed hebben, dat we werkgelegenheid, banen hebben voor onze mensen. Nee, dat is niet. We zien nog steeds de effecten en de gevolgen van al die tientallen generaties. Dus die kitty kitty. Die kitty moet echt gekotti worden. Dat we van die cultuur, van het Westen afkomen, zodat we onze kitty weer kunnen gaan smeden met de cultuur van onze voorouders. En dat is namelijk een levensovertuiging die onze wintieën is. Dus we moeten niet alleen die kitty gaan kotten. Om een kot a kitty waar dat een kot a kitty dat boom. Maar nou, om go smeden a kitty baka. En dan om weer a kitty, zodat we kan de wan baka. Wan twaalf lo, ondra fraga. Voor nana, die na unu, wat unu na in, anana, dat na unu, unu papa, unu mama, en gado sans don ta patroon. Mama aise na nga papa winti, en unu na nga den cabras do ondro den fraga. Dus unu moest go smede un keti, sa un koti, na a kulturu, voor het westen van Nederland. En dat we ons gesmeden om een kitty bakken. Dan gaan we ons over naar na. Kijaman, kijampong. Zodat we kan vinden ons reef bakken. En dat koning naar sabi. A energie kan wakken bakken. Bika a kitty ook to broko. Dan gaan we ons over naar na. Dat is iets wat ik even wilde zeggen. Om terug te komen naar de slavernij en epigenetica. Nou, we weten allemaal, ik heb het al gezegd, dat onze wereld een wereld is die
die ervoor zorgt dat de planeet heel veel oorlogen meemaakt. Onze planeet en het bestuur van onze planeet is dusdanig gericht dat grote groepen mensen getraumatiseerd raken. Grote groepen. En de gevolgen van een grote groep getraumatiseerde mensen, dat kan nooit goed zijn voor onze planeet. Dus ik geef altijd, en ik denk echt dat wij met z'n allen dat ook moeten willen, is dat we de kerken, en het voeren voor UNO 12 loof, vooral de Oemas maf UNO, de Fas in Kerkie, maar ook onze Bonumangs, Dresimang, de Bigis maf UNO, sa etjara kultuur waka, dat we ze steeds meer moeten gaan wijzen op samenwerkingen met mensen die epigenetisch onderlegd zijn. Omdat aan alle ziki, naar je ziki, voeren voor de ziki zou abi, naar patronen, voeren voor de ziki zou abi, naar ook de mentale ziki, voeren voor de ziki zou abi, naar trauma, voeren voor de ziki zou abi, naar je peng, machteloosheid, sangos do in unusting, waardoor onze kras zoiets heeft van wat doe ik hier op deze aarde? Dus epigenetisch, en het is wetenschappelijk. Dus het is niet dat het niet zo is. Het is wetenschappelijk dat dit aan de hand is. Daarom nog een keer, wat is epigenetica? Epigenetica betekent letterlijk dat rondom onze DNA, vanuit onze omgeving, dingen op onze DNA zijn gaan groeien. En onze DNA zelf niet verandert. Maar er zijn dingen erop gaan zitten die ervoor kunnen zorgen dat onze eigenlijke natuurlijke DNA die door de aarde aan ons gegeven is, door mama Aisa aan ons gegeven is, dat onze DNA niet goed werkt. Want die dingen die op onze DNA zijn gaan zitten, Marki, die zorgen ervoor dat onze DNA bepaalde functionaliteiten zoals de DNA moest doen aan een man doen. En dat soms en met DNA doet dat niet, ze DNA nou aan doen. Dus het zet dingen uit en andere dingen zet het aan. Dus het gaat om de markie van de rondom DNA. Je moet denken aan een kerstboom. Die kan je aan en uitzetten. Zo zorgt epigenetica ervoor dat het bepaalde dingen bij ons aan en uitzet. De wasan de in je kondre, ding is je afaya voor uno. Dus ding is je uno lekker een kerstboom, zijn nog eurokoboom. Bepaalde dingen zijn aan en bepaalde dingen zijn gewoon uit, terwijl ze aan zouden moeten zijn en omgekeerd. En deze markeringen, dat aan en uitzetten van ons DNA, het is niet iets wat voor eeuwig altijd is. We kunnen het veranderen waardoor deze markeringen die dingen uit en aanzetten, dat ze niet langer doorgegeven worden aan onze kinderen, aan onze nageslacht. We kunnen deze markeringen, de markeringen dus elkaar stoppen, elkaar remden. Want hoe is het ontstaan? De ervaringen die we meemaken, die zorgen ervoor dat er een afdruk in onze hersenen achterblijft. En deze afdruk, een markie, een spoor, dat wordt doorgegeven aan onze kinderen. Vroeger was het goed, het is goed geweest in tijden van vroeger. Want dat was eigenlijk een manier waarop onze voorouders hun nageslacht konden informeren over mogelijke gevaren. Dus het is iets wat de natuur ons heeft meegegeven. Maar een aantal andere mensen hebben het bestudeerd. Dat denk ik, oh, if you do this, that is so, if you do that, is so, ipsa. Dus, want boonsa aan natuurpotie, want het is een epigenetische lichaam. Dus, magos tukas tukas tukas, dat lekker onderzoek. Alata.
in een kooi, dat je doet aan dingen. Denk, zo hebben ze het gedaan. Ik weet niet of sommige mensen het verhaal van Pavlov en zijn hond kennen. Dat je je hond dusdanig kan trainen dat hij bepaalde dingen, bij bepaalde geluid, bepaalde dingen doet. Men heeft heel veel van dit soort experimenten gedaan. Op dieren, maar ook op mensen. Want oorlogen zijn er om natuurlijk dit soort dingen te doen. En dat is ook iets wat in oorlogen gebeurt. Dat mensen die gevangen worden door hun vijand. Van beide groepen gaan martelingen vinden gewoon in oorlogen plaats. Dus men heeft heel veel bestudeerd. De mens. Zodat men nu precies goed weet hoe ze de mens, het menselijk lijf, het vrouwenlijf en het mannenlijf moeten gebruiken om economische gewin te kunnen halen. Ik zie dat ik best wel een beetje lang praat. Ik ga even wat muziek zetten en dan kom ik hier naar terug. En dan gaan we door met deel 2. Maar nu gaan we even naar, ja, wie ga ik vandaag zetten? Ik heb lang niet, dit heb ik. It's not an easy road. It is not an easy road. Maar we hebben alles al meegemaakt. Al zo lang. Het is geen easy road, want als het makkelijk zou zijn, alles wat makkelijk is, weer niet. Hè. It's not an easy road. De epigenetische veranderingen, die hebben een negatieve kant, maar ook positieve. En dat is namelijk wat het met ons gedaan heeft. Ik zie dat iemand me belt. Even kijken of ik kan aannemen. Een persoon die belt. Ik ga het proberen, want ik zie dat je hier op deze telefoon bent. Maar neem me niet kwalijk als het maar niet gaat lukken. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hoort u mij? Hallo? Heeft de persoon soms neergelegd? Hoort u mij? Goedenavond. Goedenavond, hoort u mij? Goedenavond, hoor je mij? Hoor je mij? Goedenavond. Hallo? Hallo? Nou, ik kan het maar niet goed doen. Dus ik hoop dat die persoon later terugbelt. Aan het eind van het programma, want dan wil ik die persoon wel te woord staan. Maar het lukt mij eerlijk gezegd nooit hoe ik, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dus persoon, als je me hoort, vind het niet erg en bel over 15 minuten terug. Want dan kan ik je te woord staan, maar dan is het wel buiten de uitzending. Ik ga dan verder met waar we gebleven zijn. Epigenetica. En ik ben van me apropos even, want waar had ik het over? Even kijken, waar ben ik? Dat hebben we al gehad. Nou, het komt wel weer op. We hebben aangegeven dat we weten allemaal dat onze genen, dat genen zitten in ons lijf. De genen erven we van onze vader, onze moeder. Alles wat we hebben in ons hebben we of van onze vader of van onze moeder. We weten ook dat wij, toen onze grootmoeder zwanger was, was ze zwanger niet alleen van ons, onze vader. Of in meer geval als je kijkt naar de vrouwen, dan weten we dat onze oma, die zwanger was van onze moeder, ook meteen zwanger was van jou. Omdat de persoon die zwanger heeft, als ze zwanger is van een dochter, dan zijn alle eitjes in een, die foetus, in die baby die in de buik zit van de moeder, die zijn al, die zijn dan, ja, hoe noem je dat? Het aantal zal niet meer veranderen. Het aantal wat in die baby zit, die zal ze gedurende haar hele leven maandelijks afscheiden nadat ze biggie meisje is geworden. Daarom is biggie meisje en biggie jongen worden een iets wat wij echt heel erg vierden in 12 lo. En dat moet terugkomen voor de mensen die dat niet meegeven aan hun kinderen. Dus genen zijn heel belangrijk. Want je intelligentie, maar ook hoe je eruit ziet, dat haal je allemaal van je genen. Wij van 12 lo zijn inmiddels epigenetisch dusdanig veranderd in wat we leuk vinden, wie we dachten of wie we vroeger waren, dat we niet eens onze spiegelbeeld weer mooi vinden. A biggie bra di nosso, zei Mickey Adam in, zodat hij kwam boati, want if je omore in nosso smara, om minder zuurstof je kiesie. A cruzo virus, a uno abi, lik enige, samen een askapu.
Ablaka Boba Samantik, zo voor zonlicht en zonlicht naar Libië. Dat zijn dingen waarvan we weten dat. Zou je anders willen zijn? Zou je er anders willen uitzien? Dus je bent blij met wie je bent, zonder dat je wil veranderen. Dus je fenotype, want dat is wat ze fenotype noemen. Abradi no zo, a dikke lip, a bijvis edesau alamala abi. Dat na uno fenotypische uitstraling. Wij hebben door slavernij, door epigenetische veranderingen, vinden we niet eens onze fenotype meer mooi. Tee actie de jong op tien, de jong boy voet idee. Wat vind je mooi? En dan heb ik het over de jong boy, dan heb ik het over de dungro, de blakabobawa. Dan vinden ze vaak ja, niet zichzelf mooi. Hun fenotype is niet waar ze naar op zoek zijn. De one van vrouw, ze abweef, gratiwiri. Nou, dat is niet onze fenotype, want onze fenotype is kroeshaar. De one van vrouw, ze abbradi no zo, maar de one van punt no zo, dat ga je bijvoorbeeld zien aan Michael Jackson. En al die mensen met hun neusoperaties. Andere mensen willen juist dikke lippen. Nou, ik zie weinig mensen bij 12 hun lippen veranderen. Maar wat je wel ziet is dat mensen wel dingen aan zichzelf willen veranderen. Omdat vanuit de cultuur er een wat mooi is. Ja, niet bepaald meer wordt door wie je bent. Dus dan willen mensen veranderen, operaties doen, in gezond vlees snijden, om te kunnen voldoen aan het type beeld wat ze zien in modebladen en in televisie. Dat is echt iets wat ook bij 12 Olo, vooral onze mannen, zit het heel diep. Omdat ja, de mannen in een mannenlichaam doet andere dingen dan vrouwenlichaam. Dus een man gaat meer jagen. Een man is meestal degene die op zoek gaat naar een vrouw. Wanneer je in Suriname op straat loopt, zijn het alleen mannen die pss maken. Het zijn nooit vrouwen. Dus epigenetica heeft echt heel veel in ons gezet wat er niet in hoort. En trauma geeft men aan. Trauma wordt ook geschreven op de chromosomen van een familielijn. Dit is de reden waarom mensen het hebben over kunu, fjofjo, trevus. Wanneer men hoort dat wambere winti ekiri, abere dis abdisi, abere dit adati, dan zijn dit trauma's. Wanneer men naar een loeko om van bonuman gaat, dan is dit ook iets waar men rekening mee moet houden van. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een bloedlijn, een familielijn, haar trauma's ziet, accepteert, een behandelplan ervoor maakt, samen met misschien niet alleen een bonumang of een siner of een dresimang, maar misschien ook met mensen vanuit andere disciplines. Iemand die bijvoorbeeld ook sociopsychologie heeft gestudeerd. Maar misschien ook iemand die weet welke geneeskrachtige kruiden ervoor zorgen dat je zenuwen weer rustig worden. Dat je goed kan slapen, dat je gaat herstellen op het fysieke niveau. Dus er is inderdaad veel te doen. It's not an easy road. Ik zie dat ik weer gebeld word. Ik ga even kijken of ik dit kan aannemen. Oh, die persoon is gestopt met bellen. Nou, dus trauma's hebben we al aangegeven. Dat zijn littekens op onze jeje. Trauma's zijn pijnen, misvormingen van onze mentale patronen die ervoor zorgden dat we vroeger succesvol waren. Het zijn stoornissen. En de afstammelingen van mensen die de oorspronkelijke trauma hebben opgelopen, die hoeven niet per se dezelfde stoornissen te ontwikkelen. Maar dat ze stoornissen zullen ontwikkelen, dat is gewoon een feit. Mensen uit Katibo, de generaties daarna, die hebben te maken met angst, stress, depressie en nog veel meer andere dingen. En dat allemaal vanwege transgenere
vanwege transgenerational, het brengen van de pijnen naar het nageslag. Mensen hebben onderzoek hiernaar gedaan. En men zegt dat de eerste generatie die de pijn heeft overgemaakt of heeft meegemaakt, wat gebeurt er met hen? Zij praten er niet over. Onze eerste generatie die uit Katibo is gekomen. Geen van onze generaties hebben kunnen praten over de pijn die in ons zat. Er is nooit een vorm van healing geweest. Onze mensen hebben gewoon geprobeerd om na de na 1873 om het leven op te pakken met die zogenaamde vrijheid die ze hadden. En er werd niet gesproken over de pijnen die er waren, die er allemaal gebeurd was. Onze voorouders waren aangeslagen wild. Men had nog niet eens echt woorden om te kunnen beschrijven hoe men zich voelde. Het is net wanneer je echt een grote pak wolven loslaat op een paar lammeren. En de bakka dat de banyan de bere furu. En de lammetje santana bakka liep denk gewoon die grondappel. En ja, degenen die waren achtergebleven. Dat was de nieuwe. Dat waren de Willy Lynch kinderen. En van hun, nadat Willy Lynch eroverheen geweest was, was het zeker dat de natuur van de 12-loop-persoon gebroken werd en dat hij getransformeerd was naar een andere natuur. En dat andere natuur was van een hele lage staat. Want energie kan je niet veranderen. Je kan het alleen maar vernietigen. Je kan het alleen veranderen. Dus de energie van wie we waren, is tijdens Katibo getransformeerd naar een lagere staat. En daar moeten we uitkomen. En van die kitties moeten we die ketenen zijn we aan het breken. Zodat we gaan van A, van wat we waren, we gaan terug naar de overkant. Eigenlijk gaan we, je fassie, gaan we terug naar huis. Dat is ook een van de redenen dat de eerste generatie na slavernij, dinne bij mantaki. Ze maakten geluiden die bij Jimmy. Ze was aan het doen die bij Jimmy. Maar ze konden niet verwoorden de pijn die in hun DNA opgeslagen was, in hun chromosomen, in hun atomen, in hun cellen. Dat hun hele lijf niks anders was dan één en al litteken, één en al pijn. Dus er werd niet gesproken. De tweede generatie na slavernij, die wordt geboren met ouders die niet praten. Die wordt geboren met ouders die onverwerkte pijnen hebben. En het is al overgedragen, je fassie. En het zit ook in het DNA van die kinderen. En die hebben te maken met ouders die niet vertellen wat er in hun leeft. Maar die kinderen die voelen de pijn wel. De kinderen die voelen de emotie wel van de ouder. Dan komt er al een soort van verwijdering tussen ouder en kind. Want ouder heeft pijn, kan niet praten. En dat heeft bepaalde consequenties. In huis. Huiselijk geweld. Alcoholisme. Drugsgebruik. Singles. Mensen kunnen niet in een relatie een band samen aan het bouwen. Vervreemding. Niet kunnen houden van je kinderen. Niet kunnen houden van je 12-loop broeders en zusters. Dus het heeft best wel effecten. Dat zijn de opgezochte effecten van de tweede generatie. De derde generatie, die is ietsjes vrijer. Want de derde generatie, die heeft veel meer woorden. Die is ook met veel meer andere mensen omgegaan. Die ziet hoe het anders kan. En die zit naar anderen te kijken en die zegt, ik wil dat ook. Minowana armoede, minowana pina. Ik wil niet dat ik wil niet meer bang zijn. Ik wil respect. Ik wil ook menswaardig behandeld worden.
zo zie je dat men langzaam komt uit die omgeving van slavernij, uit die omgeving van wreedheden, martelingen, uit die omgeving van onderwerpen, verontmenselijking. Langzamerhand, dat is erin gaan zitten, en langzamerhand met iedere generatie kijkt men en wil men meer en meer menselijk behandeld worden. Ik ga even dit aannemen. Goedenavond. Met Makera, ja. Ik kan u niet in de uitzending nemen, maar ik weet niet hoe dat moet. Maar goedenavond. Fijn dat u belt. Ja, dat laatste. Dat laatste. Ja. Dit is wat ik moet komen doen. In de ondernono, in grondtappen, in de inwang. De vraag die me stelde, want daar horen mensen het ook, is waarom ik dit doe en of dit een gave is. Ik weet eigenlijk al volgens mij vanaf ik kan praten dat ik dit moet doen, dat ik een teacher ben. En ik doe niks anders dan lezen en hier onderzoek naar doen. En aan wat ik niet lees, word ik mee wakker en dan zit het gewoon in mijn hoofd. Prima. Dan hoor ik je na de uitzending. Dat is over 4 minuten volgens mij. Ja, je kunt dit nummer bellen. Ja? Goed meneer. Tot straks. Dag. Oké, dan we gaan verder. En ik zie dat ik nog maar 4 minuten heb. Maar we moeten hier verder over, want ik wil wel behandeld hebben wat ik gezegd heb dat ik vandaag wil behandelen. Dus iedere generatie na Katibo, want daar hadden we het over, die ziet meer en duidelijk dat de manier waarop wij als 12 willen gaan, wij willen het niet. Iedere generatie die hoe verder we ook verwijderd zijn van Katibo, hoe meer je er tegenaan kijkt en denkt van, oké, en dat zijn de mensen die onze voorouders al die jaren hebben, die gaan ons nu vertellen wat moraliteit is. Die gaan ons vertellen hoe we moeten leven. Zonder dat ze ook maar sorry hebben gezegd. Maar ze leren wel hun kinderen van, sorry. Het moment dat je dan gaat leven, want onze wereld, iedereen is nu met elkaar. En als je kijkt naar de piramide van Maslow, waar we het vaak over hebben, en ik zal het altijd erover blijven hebben, zoek het op. Dan zie je dat we komen uit de basic, uit de laagste van het laagste. En de mens leeft, de mens wil groeien. Dus wij, ook wij, groeien. Ik moet op de tijd letten. Maar ik moet toch dit nog aangeven. Wij, de mensen die geboren zijn voor 1970, 1969, 1965. Wij zijn de mensen die de vierde generatie na Katibo meemaken. Van de vierde generatie wordt gezegd dat wij erkenning willen voor onze pijn. Wij willen geen chronische boosheid meer. Wij willen geen geweld. We willen onszelf geen slachtoffer voelen. We gaan er iets aan doen. Wij, volwassenen van 12 Volo, wij zijn degene, de vierde generatie. En die generatie is de generatie die zegt, Teda Nomova, we gaan het veranderen. Ik zie dat de tijd is gekomen dat ik moet afronden. Dus zorg ervoor dat je de volgende week weer bij bent. Mijn naam is Makeda. Ja, zoek me op YouTube en zorg ervoor dat je de volgende week weer bij bent. Odi, odi. Even kijken, muziek zetten. En dan gaan we naar de aflevering.